Onderweg. Sinds ruim een maand ben ik weer onderweg, lieve vroege luisteraar. Of eigenlijk wat meer onderweg dan gemiddeld. In mijn geval betekent het dat ik toerende ben. Theater hier, theater daar, kleine zalen, middenzalen, Ziggo Dome. Althans, Ziggo Dome, daar fietste ik laatst langs. Best groot en lelijk ook als je s'avonds laat dat constante bombardement van neon en bewegende beelden over je heen krijgt. Maar goed, je kunt het ook als waarschuwing zien voor optredens van allerlei artiesten waar je echt niet heen wilt. Voorstellingen die ik speel heet bijna en toen ik nou, mijn komende week keek naar speelplekken dacht ik zowel wat ben ik bevoorrecht dat ik op deze manier al 30 jaar door het land mag, maar meer ook wat kom ik een hoop tegen dat niet vanzelfsprekend is, dat bedreigd wordt of bedreiging in zich draagt. Nou ben ik erg optimistisch van aard en geloof ik zeer in de invloed die als enkel mens op het grote geheel kunt hebben, maar elke plek de komende week doet meer met me dan alleen, ah lekker, spelen. De komende twee dagen ben ik voor deze zender op het Mediapark. En dat betekent na arbeid op loopschoentjes het bos in. Voor mij altijd meer inspirerende omgeving dan dat Mediapark. En de bomen interesseert niet of ik goed lopende zinnen in een microfoon zeg. of gewoon eens ruim een uur mijn mond hou. Lekker dus. Woensdag ga ik naar Hoofddorp en weet ik dat alles dat daar raakt aan Schiphol, KLM, vliegverkeer. anders eens bij het publiek wat harder aan gaat komen. Voorstelling bijna bevat zeven verhalen over onderweg zijn en één over aankomen. Hoewel al bij de eerste try-out op 30 maart iemand opmerkte: Jij bent helemaal niet aangekomen, Dolf. Dus nu gaat het laatste verhaal over arriveren. Het blijft voor mij, voor velen, onmogelijk te bevatten hoe je als land, als regering zegt duurzaamheid na te streven. Groenste kabinet ooit, u weet wel. En dan niet alleen het vliegverkeer in deze ongemoeid te laten, maar zelfs groei na te streven met economische motieven. Die wellicht puur economisch kloppen, maar als je ondertussen op de ene plek op aarde extreme droogte en hitte ziet toenemen en elders halve ecosystemen ziet verdwijnen, moet er toch een moment komen dat dat economisch argument niet meer telt of minder. Normale btw-tarieven, accijns, eerlijke belastingheffing, geen ontduiken van geluidsafspraken meer, geen volgende luchthaven openen, treinverkeer in Europa betaalbaar, Het is een zowel simpele als volstrekt doeltreffende opsomming. Donderdag ga ik naar Ede en dan ga ik natuurlijk het bos in. Maar ondertussen gaat door mijn hoofd dat biomassa opstoken voor duurzame energie slim lijkt. Maar als we er, hier of elders, op grote schaal bomen voor omhakken, weet ik echt niet of al die subsidies wel wijs besteed worden. Vrijdag Heemsteden, dus de duinen in richting Zandvoort. En moet ik me zorgen niet te druk te maken om de mogelijke zeespiegelstijging, laat staan over de mogelijkheid dat er een racecircuit wordt gereanimeerd. Met alle schadelijke uitstoot, geluid en fileproblematieken van dien. En zaterdag boven Karspel zie ik de oneindige weilanden, de hardwerkende boeren die ons voedsel produceren. En denk ik aan een systeem dat wel echt duurzaam is en ervoor zorgt dat die boeren redelijk betaald worden en niet ten onder gaan in regelgeving, leningen, Europese maatregelen en kalversterfte. En dit, wat ik u schetste, is nog maar een week, uitroepteken. Nogmaals, ik ben een optimist en ik denk ook wel eens aan vrolijke dingen. Maar het idee dat we op allerlei manieren oprecht duurzaam en rechtvaardig zouden kunnen zijn en handelen, maar dat beïnvloed allerlei argumenten en emoties niet doen, maakt me soms ook wanhopig. Oké, okay, bijna. Prettige zondag.